58 uur dag en nacht doorwerken, terwijl 350 vrachtwagens over de grote markt denderen, zodat er uiteindelijk 3560 kuub beton op de vloer van de bouwput van het Forumterrein ligt. Ofwel, de megaklus van het storten van het onderwaterbeton is vorige week volbracht. Een bijzonder karwei, omdat je tijdens het storten van onderwaterbeton niets kan zien. Dat is beton wat je dus eigenlijk stort onder water. Op de grond, hè. Je hebt dus de grond liggen en daar ligt 14 meter water op. En je stort nu eigenlijk een vloer op die grond. Maar je kan niet zien wat je doet, omdat het water erop zit. Dus je stort met een buis helemaal tot aan de bodem. En het is beton waar staalvezels in zitten. Want het beton zelf heeft geen wapening om de trekkrachten op te nemen. Dus er zitten staalvezels in. Die zitten helemaal verdeeld door het beton. Het zijn vezels van een centimeter of 6. En verder is het beton wat een goede vloeibaarheid heeft. Want je kunt dus ook niet, wat je normaal doet, verdichten en goed verdelen. Alles moet eigenlijk buiten het oog langs. Dus hij zoekt zelf zijn weg naar de plek waar hij moet zijn. Aan de Grote Markt staan twee betonmixers, hè, die de hele dagen en nachten al heen en weer rijden vanaf een betoncentrale. Die staat achter een pomp, daar wordt het ingegoten. En die pomp zorgt ervoor dat het dus eigenlijk via een leiding van ongeveer 10 centimeter in diameter, die pompt dan dus eigenlijk naar de opdobber. En die zit hier in het water, waar de duikers bij zitten. Opdobber? De opdobber, ja, het beton duwt eigenlijk de opdobber omhoog tot op de hoogte van bovenkant beton. En dan gaat hij weer door naar het volgende punt. En dan zakt hij weer wat. En dan stort je weer iets omhoog totdat hij weer bovenkant beton zit. En zo ga je eigenlijk de hele bouwput door, zigzaggend. Ja, want dat vroeg me nog, want het moet 24 uur doorgestort worden. Dan ga je over de hele breedte heen en weer. Is het eerste stukje dan niet al een beetje uitgehard voordat je weer terug bent? Nee hoor, hebben we een vertrager. Ja, de naam zegt het al. Die zorgt ervoor dat de eerste uren het beton nog heel weinig doet. Pas na een uur of 4-5 begint hij met zijn verharding. Beton bestaat uit een mengsel van grind, water en cement. Voor het onderwaterbeton gebruikt men speciaal cement. Hier zit hoogovercement in. Hoogovercement is een mengsel van het traditionele Portland cement. Eigenlijk over de rest van de wereld heel veel gebruikt wordt. En wat ze bijvoorbeeld bij NC in Maastricht maken. En dat wordt dan gemengd met gemalen gegranuleerde hoogoverslag, heet dat. Dat is eigenlijk een bijproduct van de hoogovers. En eigenlijk is de verhouding zelfs het Portland cement ongeveer 30% en het hoogoverslag 70%. Het voordeel van hoogovercement ten opzichte van Portland cement is in deze situatie dat je wat minder warmteontwikkeling krijgt. En de sterkteontwikkeling gaat wat langzamer en daardoor gaat de warmteontwikkeling wat langzamer. Hij wordt ook wat dichter van structuur. Andere situaties, bijvoorbeeld bij prefabfabrieken, is juist een pure portlandcement heel interessant. Omdat die sneller sterk wordt en dan kunnen ze sneller weer hun mallen gebruiken om de volgende dag nieuwe producten te maken. Het is maar net welke toepassing je hebt wat het beste cement is eigenlijk. Maar waarom mag het hier niet snel gaan? Nou, je wil eigenlijk vooral de warmteontwikkeling niet hebben, want het is best een dikke laag, een meter. En als je daar dus beton in gooit met flink warmteontwikkeling, dan krijg je heel snel een vloer die warm wordt. En dat is op zich niet eens zo heel erg. Maar op een gegeven moment gaat hij dus ook flink afkoelen, omdat je best hoog hebt gezeten met je temperatuur. En hij gaat gewoon weer terug naar de watertemperatuur in dit geval. Hoe hoog is hoog dan? We storten met, de specie gaat er met een graad of 14 in. Als je met portlandcement zou storten, dan zou je in die vloer van een meter dik misschien wel een temperatuur van 45, 50 graden krijgen. Nu krijgen we een graad of 30. Het zou op zich ook nog allemaal prima zijn. Het is alleen dat op een gegeven moment moet dat beton weer afkoelen naar de watertemperatuur. En die afkoeling geeft krimp. En dan zou dus die hele vloer bij een
Portland cement meer krimpen dan bij een hoogover cement. En dan krijg je kans op scheuren en dat die loslaat langs de wanden. En dan heb je geen waterdichte kuip meer en dat is niet wat je wil. Op 3 plekken in de bouwput zijn temperatuurvoelers in het beton geplaatst. Deze meten de temperatuur op verschillende hoogtes in het beton en de temperatuur van het water. Ja, hij ging er met ongeveer 14 graden in. En nu zijn we, even kijken, zijn we bijna 24 uur verder. Ja. En nou zie je al dat hij in de kern 25, 26 graden is. Boven blijft hij wat kouder natuurlijk, want daar ben je in aanraking met het water. En dat is maar 9 graden. Ja, want het mooie is, temperatuur is één ding wat interessant is om te weten. Maar we kunnen verband leggen tussen de temperaturen die vanaf het moment dat je stort hebt tot de eerste dagen, weken daarna. En de sterkte die je bereikt. En dat is wat we hier vooral willen. We mogen dat water wegpompen bij een bepaalde sterkte van de vloer. En zo kunnen we precies in de gaten houden door die temperaturen te linken aan de sterkte. Wanneer we precies op het goede moment zitten. Zodat je niet veel te lang daarmee wacht. Maar ook niet te vroeg bent. Want dat is zeker niet goed. We beginnen eigenlijk einde van de week eigenlijk al de massa van het beton. Het gewicht van het beton mogen wij qua water al afpompen. En 1 meter beton staat eigenlijk voor 2,5 meter water. Dus we mogen eigenlijk vanaf het einde van deze week al 2,5 meter water wegpompen. Het aangeleverde beton wordt regelmatig getest op vloeibaarheid en het aantal staalvezels. Wij testen de vloeimaat. Dat houdt in de dikte van het beton. Het mag zeker niet te dik zijn, want dan krijgen ze het niet door de leiding heen. Dan heeft dat zoveel weerstand, dan heb je kans dat de pomp verstopt raakt. Maar het mag ook zeker niet te dun zijn. Ten eerste kan het dan ontmengen, zodat je het grind, het cement en water, dat het allemaal apart is. Dat moet eigenlijk een samenhang zijn. En ten tweede zit hier een hellingbaan in de onderwaterbeton. En als het dan te dun is, ja, dan stroomt het aldoor maar weg. En dan wordt het vlak. En dat moet niet. We hebben een meter verschil. Dus het vergt dus wel nauwkeurigheid. Wij testen ook de vezel. Hè. Er zit een staalvezel in deze beton. En, er wordt een emmer uitgehaald en dan daar in die emmer, dus x hoeveelheid, zie je gewoon hoeveel staalvezels erin zitten. Thank you.
Ondanks de werkzaamheden op dit ontijdig uur lijkt de buurt in diepe rust. We hebben ook voor de onderwaterstort een bewonersavond gehad. Zodat we iedereen hebben ingelicht wat ze kunnen verwachten met onderwaterstort. En ja, vooralsnog hebben we geen klachten. En om dat zo te houden, organiseerde de gemeente op de laatste dag een ontbijt voor buurtbewoners en bouwers in het Feithuis. Ben je al wakker? Nee, niet echt. Merk jij ook wat van het nachtelijk lawaai? Ja. Ja, ik kom vaak 's nachts thuis van werken, dus dan heb ik er behoorlijk last van. Ja, om in slaap te komen? Ja. En wat vind je ervan dat je hier kan ontbijten? Ja, vind ik een heel leuk idee. Ik vind het wel vroeg, maar ik vind het erg leuk bedacht. Dus we maken er dankbaar gebruik van. Ik woon hier in het straatje aan het Forum. En heb je ook last van het lawaai? Eigenlijk niet. Als ik mijn ramen dicht doe, dan hoor ik eigenlijk heel weinig. Dus dat is wel heel fijn. En hoe vind je het ontbijt? Ja, heerlijk. Hartstikke leuk. Nou, heerlijk. Ik vind het helemaal geslaagd. Woon je hier vlak in de buurt? We wonen hier, als u daar naar het raam kijkt, ziet u ons huis staan. En merk je ook iets van het nachtelijk gewerk? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er geen minuut minder om geslapen. Dus ik heb er volledig doorheen geslapen. Op het forumterrein is het inmiddels weer rustig. En zal het beton over een week of drie voldoende uitgehard zijn om de put helemaal leeg te pompen. Archeologen hebben de afgelopen 2 weken in de oude Sint-Janstraat gezocht naar een riool uit de 19e eeuw. Ze deden dit in opdracht van de gemeente. Normaal gesproken gaat schoon water, regenwater met het riool mee naar de rioolzuivering. Nou, de zonde van de tijd en de energie om schoon water nog een keer schoon te maken. Dus we proberen nu voor de Oostwand en het Forum het schone water via een schoon waterriool af te leiden naar het oppervlaktewater. Nou, daarvoor kun je een nieuwe sleuf gaan graven. Dat is ook zonde als je al weet dat er heel waarschijnlijk in hetzelfde tracé al ruim een eeuw geleden al een keer een sleuf gegraven is. Die zijn we nu aan het opzoeken om te kijken of we die kunnen hergebruiken. En van waar tot waar liep dat riool? Dat weten we niet helemaal precies. Maar in ieder geval begint het bij de Grote Markt. En waar het eindigt weten we niet helemaal zeker. Ergens hier in deze buurt en misschien nog een stukje verder richting Schuitendiep. Maar dan loop je hier al heel snel tegen de bebouwing aan. Wat was dit voor straat? Ja, toch een beetje een achterafstraat. Zeg maar meer een steeg. Heel smal. Daar kon je eigenlijk niet fatsoenlijk doorheen met een auto. Zeker niet met de vrachtwagens waar we nu mee rijden. En aan het begin van de vorige eeuw is dat een enorm eind opgerekt. Dus waar nu het oude Rijksarchiefgebouw staat, hè, met die gaanderij eronder. Nou, daar hoort nog een hele rij huizen voor te staan, tot vlak voor de muziekschool. Want hoe breed was de straat? Nou, als je daar in de breedte ging liggen, dan kon je, denk ik, van gevel tot gevel wel raken. Het oude riool is rond 1870 ingegraven. Een bijkomend voordeel van hergebruik van dat riool is dat er dan geen duur archeologisch onderzoek hoeft plaats te vinden, wat bij nieuwe graafwerkzaamheden wel altijd moet gebeuren. Om nu zeker te weten waar het oude riool ligt, zijn een 6-tal plekken in de Sint-Janstraat onderzocht. In 1870 werd er een riool nog gemetseld van bakstenen. He, dus gewoon een centimeter of 40 in doorsnede en dan recht omhoog en dan met een mooie gewelving eroverheen. Daar staan afvalcontainers en daar hebben we een stukje van dat riool gezien. En het is dus de vraag of het hier ook nog ligt. En we weten ook niet zeker of dat gemetselde riool er ook nog in ligt in de sleuf. Het kan best zijn dat het hier zo druk is met andere kabels en leidingen dat het al lang gesloopt is. Maar ja, dan is er ook wel ruimte voor een nieuw riool. Hoe diep ligt het riool? Nou, het ligt ongeveer een meter onder de top van de bestrating. Dus er gaat nu eerst een laag asfalt is er afgehaald. Daaronder ligt een hele harde betonnen laag
als een soort onderbestrating. Ja, en dan heb je nog wat opvulzand. En dan denken we dat we de top eigenlijk al wel bijna kunnen zien. Eerst werd het wegdek weggehaald. Om daarna laag voor laag het zand weg te scheppen. De eerste vondst was een aantal vierkante straatkeien van steen uit de Ardennen. Daarna trof men een dikke stalen buis. Wat betekent dit? Nou, dit is een obstakel dat loopt noord-zuid, terwijl wij op zoek zijn naar een rioolsleuf die daar dwars op staat, west-oost. Nou, hier ligt dus iets anders in de weg. We weten niet wat het is. Het zou waterleiding kunnen zijn of gasbuizen. Als het gasbuizen zijn, zijn het oude, waarschijnlijk niet meer in gebruik. Dan kunnen ze nog wel gesloopt. Maar dat kunnen wij op dit moment niet vaststellen. Dus daar zal de gemeente zelf verder onderzoek naar moeten doen. Even later vonden de archeologen er, tot genoegen van Bert, ook nog brokstukken van het eerste Rooms-Katholieke ziekenhuis. Wat is dit? Dit is een stukje Rooms-Katholiek ziekenhuis. Dat komt hier uit de bodem. Hoe kan dat? Omdat het Rooms-Katholiek ziekenhuis oorspronkelijk hier gevestigd was, in het hoekpand, wat inmiddels niet meer bestaat. De Rooms-Katholieke ziekenverpleging heette toen. En de zusteroverste die daar aankwam, nou ergens in de eind 19e eeuw, die zag het pand en die zei: "Och heren, moeten we daarin?" Dit is echt een kloostermok. Dit is denk ik stadsmuur. Dit is ouder. En dat is niet onlogisch, want het ziekenhuis was gebouwd op het fundament van de stadsmuur, die in de 16e eeuw in pacht werd gegeven aan burgers. Ene jonkheer Rengers liet er een pand op bouwen, waarin van 1897 tot 1924 het Rooms-Katholieke ziekenhuis zat, voordat het naar de Verlengde Herenweg verhuisde. Na 3 dagen onderzoek is duidelijk dat het oude riool al eerder is gebruikt om leidingen zoals stroomkabels en stalen buizen in te leggen. Archeologisch gezien zal men dus niet veel schade aanrichten als de gemeente het voor de schoonwaterafvoer wil gebruiken. Wel zal dan eerst onderzocht moeten worden waar die kabels en buizen eigenlijk voor dienen. Het nieuwe pand van Vindicat op de hoek van de Grote Markt is 2 weken geleden officieel overgedragen aan de studentenvereniging. Een heugelijk moment in een proces dat ruim 10 jaar heeft geduurd. Het oude pand was van de vereniging zelf en de gemeente wil in haar plan voor de nieuwe Oostwand ook dat pand vervangen door nieuwbouw. Na jarenlange onderhandelingen wordt afgesproken: de gemeente bouwt in overleg met de vereniging een nieuw pand en de studenten geven in ruil daarvoor hun pand aan de gemeente. De studenten deden dat met dezelfde sleutel als waar in 1954 het oude pand mee werd geopend. Het is namelijk een sleutel die wij per ongeluk terugvonden, ergens bij ons in de senaatskamer van het oude gebouw. We waren toen al grappen aan het maken van: "Nou, dat is leuk, dat is de sleutel van de opening van dit gebouw." En toen keken we op de achterkant en toen bleek dat ook daadwerkelijk zo te zijn. In de onderhandelingen met de gemeente zijn de studenten van Vindicat bijgestaan door oud-leden die voor de continuïteit zorgden in het proces. Niet overbodig, omdat de Senaat van Vindicat elk jaar wisselt. We zijn op een aantal punten denk ik cruciaal geweest, waar het niet het onbelangrijkste moment geweest is om mee te gaan met het voorstel om niet op de oude plaats te blijven, wat oorspronkelijk de bedoeling was,
maar om te verhuizen naar de Oostwand. Wat als voordeel had dat we dan in de oudbouw konden blijven en niet in een tussenoplossing hoefden te zitten en daar gebruik van te maken. De adviseurs zijn zeer content met het nieuwe pand. Wij vinden het prachtig. En we vinden het misschien wel daarom zo prachtig, omdat het aan de binnenkant helemaal doet denken aan de oudbouw. Kwam je vroeger de voordeur in en ging je rechtsom, dan kom je nu eigenlijk op dezelfde plaats, maar 17 meter naar voren. Het gebouw binnen en gaat alles linksom. Daar komt het eigenlijk op neer. En verder voor de rest vind je de verschillende lokaliteiten echt weer terug. Dat was overigens ook het adagium waaronder gebouwd is, namelijk nieuw voor oud. De gemeente heeft natuurlijk een poosje geprobeerd. Ja, krijgt nieuw, goh, moet daar niet voor betaald worden. Maar als studentenvereniging was eigenlijk altijd het uitgangspunt. Als je oud zou kunnen bouwen, was dat nog mooier. Maar wij nemen genoegen met nieuw. Wat zou je nou het meeste missen uit het oude pand? Ja, het zou gek zijn als ik de geur zou zeggen, maar dat weet ik dan ook niet. Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik hoop eigenlijk dat ik niet zoveel zou hoeven missen. Ik hoop eigenlijk dat we zoveel hebben meegenomen en dat het pand zo is ingericht dat we bijna dezelfde sfeer zullen krijgen als in het oude gebouw. Hetgene wat ik het minst zou missen is dat het er inmiddels, dat we 10 jaar lang geen onderhoud hebben gehad en dat het er zo bij ligt. Ook voor de gemeente is het een heugelijk moment. Ben je blij? Ja, wat denk je? Hartstikke man. We hebben 10 jaar hard aan gewerkt om het voor elkaar te krijgen. En vandaag is zover dat het gelukt is. Dus heel erg blij, ja. Het is natuurlijk fijn voor de studentenvereniging. Het is goed voor de gemeente. Maar voor mij als verantwoordelijke, zeg maar, voor de hele bouw van het Forum, is het ook een heel belangrijk moment. Want er is nu echt, hè, dit is het eerste echte gebouw wat nu klaar is in het kader van de verbetering van de Oostwand en de bouw van het Forum. Was het een moeilijk proces? In het begin wel wat. We stonden ver uit elkaar en Vindicat wilde veel en wij wilden ook veel. Dus, maar uiteindelijk zijn we heel goed bij elkaar gekomen en het resultaat is prachtig. We hebben hele diepe dalen gehad, maar daar zijn we uiteindelijk toch altijd weer samen uitgekomen. En wat voor dalen waren dat bijvoorbeeld? Dat de gemeente al voortvarend bezig was. Die waren al met de bouw van dit gebouw begonnen voordat het contract klaar was. Dat was een moment in september 2012, het moment waarop het college viel. Dat was even zo'n dieptepunt, want dat was het moment waarop getekend had zullen worden. Maar ja, de hoofden stonden er niet na, laten we het zo maar zeggen. En uiteindelijk is het dus zo geworden dat op 4 december de overeenkomst, 4 december 2012, de overeenkomst is getekend. Terwijl ze eigenlijk al vier maanden aan het bouwen waren. Aan de andere kant was het lang doen over dat contract ook het voordeel. De overeenkomst zat zo goed in elkaar dat toen we dat een keer getekend hadden, eigenlijk de uitvoering, zeker voor mij, is meegevallen. Ik kom uit een tak van sport waar de risico's over het algemeen groot waren. Ik had mij absoluut meer moeilijkheden voorgesteld. Het is uiteindelijk, met dank aan de inspanning van de gemeente en de vertegenwoordigers daarvan, maar ook met dank aan de echte goede aannemer die we hadden, Juriens, dat dit tot een goed eind is gebracht. De studenten krijgen het de komende weken nog druk. We gaan eind maart gaan we verhuizen. En dan gaan we daarna hebben, nou, bijna 2 weken de tijd nemen we om even proef te draaien. Dus te oefenen. Want als wij zeggen, oh, jongens, we gaan open, dan staan er gelijk diezelfde dag 1500 leden voor de deur. En in een nieuw gebouw is dat even wennen. Dus we gaan proef draaien en dan gaan we elke dag laten we een groepje naar binnen. En dan gaan we waarschijnlijk 12 april gaan we voor onszelf echt open.